Dames en heren, jongens en meisjes, hier zijn we dan weer, de tweede dag van het Kinderboekenfestival Groningen Saramakka. Het thema is groeien. En u ziet om ons heen dat het heel gezellig is. Heel veel kinderen, verschillende activiteiten. En de kinderen leren er echt wel wat van. Ze genieten en we nodigen u uit om samen met ons te kijken wat er allemaal gebeurt. We staan hier bij stand nummer 27, Koning Mo, met mevrouw Stephanie. Mevrouw Stephanie, wat is de activiteit die jullie hier doen? Het is namelijk zo dat we eerst een boek voorlezen voor de kinderen. En als we klaar zijn met ons boek, gaan we vragen stellen. En daarna gaan we dan een spelletje met ze doen, zoals jullie nu zien. Of we gaan met ze knutselen. Waarover gaat dat boek en wat is de koppeling met het thema groeien? Ons boek gaat over het heet 2-1 voor Koning Mo. Het is namelijk zo dat Koning Mo een wedstrijd deed met een paar andere dieren, waardoor hij heeft gewonnen. En de koppeling is namelijk zo is dat kinderen van lezen moeten houden. Door te lezen kunnen ze meer bereiken en zo worden ze ook flinker. Arsena en Justin gaan ons vertellen wat ze van de activiteit hier vonden. Arsena, hoe vond je wat je hier hebt gedaan zo net? Het is leuk en je speelt ervan en het is graag leuk. En Justin? Het is heel goed voor de kinderen dat ze ook een beetje kunnen sporten. En wat heb je geleerd? Je stuurt de bal en kan voetballen en soort dingen spelen. En jij? Ik heb geleerd, beetje losschudden, dat was het. Laat ons even zien hoe jullie losschudden. En jullie vonden het natuurlijk heel leuk, hè? Ja, mevrouw. Dit is stand nummer 20. Deze stand heet Vrolijk. Mevrouw Rachel gaat ons uitleggen wat er bij deze stand gebeurt. Bij deze stand zijn we aan het voorlezen aan de kinderen en vertellen we ze over een boek dat vrolijk is. Met verschillende soorten vissen die misschien boos zijn, verdrietig, dus verschillende emoties hebben. En dan luisteren de kinderen naar het verhaal dat verteld wordt. Dus het verhaal is gebaseerd op emoties? Ja, precies. Op verschillende emoties. En waar gaat u daarmee naartoe, naar de emotie vrolijk zijn? Ja, precies. Dus aan het eind van het boek is het emotie vrolijk uiteindelijk. En wat is de connectie tussen de andere emoties en emotie vrolijk? Wat willen jullie kinderen daarmee laten zien? We willen ze laten zien dat uiteindelijk ook al ben je boos of verdrietig, dat je uiteindelijk toch weer vrolijk zal zijn. En dat begrijpen ze wel ook. Hebt u een paar voorbeelden waar u de kinderen iets hebt horen zeggen of zo voor ons? Eentje die zei dat ze heel jaloers was op de broertje, omdat die alle aandacht kreeg. Maar dat ze uiteindelijk toch is gaan wennen aan de broertje. Dus ze is nu wel blij met de broertje. En welke leeftijdscategorie krijgen jullie allemaal hier? Tussen de 5 en de 6 jaar. Mirte, wat zijn de spelletjes die jullie over het boek Vrolijk met de kinderen hier doen? We doen spelletjes over emoties en het boekje Vrolijk met vissen en... De emoties moeten we nadoen en dan moest zij het ook. En met de kwal moesten we achter onze rug en dan moesten ze het doorgeven. En dan moesten de kinderen raden waar de kwal zat achter hun rug. En het was leuk. Janine, kun je ons vertellen wat jullie vandaag hier met de kinderen doen? Ja, we hebben voor knutselen gekozen om de kinderen te leren hoe we een visje kunnen tekenen en elkaar kunnen zetten. Ja, en ook gaat het over emoties. We kunnen de kinderen leren over verschillende emoties. Bijvoorbeeld wanneer iemand boos is, hoe die persoon gezicht eruit ziet. Misschien is hij blij of zij. Of misschien is dat persoon verdrietig. Dan kun je via tekening aan de kindertjes wijzen hoe ze dat moeten doen. En wat... gaan ze met die tekeningetjes doen die ze knutselen? Ze gaan het kleuren en die emoties op een reepje.
tekenen. Ja, en daarna kunnen ze het naar huis brengen en hun ouders wijzen wat ze vandaag hebben gedaan en geleerd. Hier bij stand nummer 25, de Krekel en de Jaguar, gaat mevrouw Ratisha ons vertellen wat ze met de kinderen doen. Mevrouw Ratisha. Wel, hier in onze stand hebben wij, zoals u ziet, zij is bezig met de kinderen een paar bewegingen en liedjes. Wij beginnen met een verhaal te vertellen over de Krekel en de Jaguar. En na het verhaal dan gaan we ook een paar spelletjes doen. We stellen de kinderen ook een paar vragen wat zij het verhaal hebben geleerd. En een paar bewegingen, ook het festivallied zingen we met hun mee. En waarover gaat het verhaal? Het gaat over een jaguar die de koning is van het bos en die een grote mond opzet en een beetje geweldig speelt tegenover de andere dieren. En de krekel die hebben komen met een voorstel dat zij de vierpotige dieren, jaguar en al, kunnen verslaan. En het lukt hun ook. En wat halen de kinderen dan uit zo'n verhaal? Dat ze geen grote man moeten opzetten en niet steeds andere mensen moeten uitdagen of onderschatten. En waarom moeten ze dat niet doen? Omdat het ook niet zo goed is. Stel je gaat iemand onderschatten en je denkt van jezelf, ja die persoon kan niets, terwijl die persoon veel meer kan dan je denkt. We staan in de stand van Korps Politie Suriname. Hier op Groningen met agent Ramdian Singh. Agent Ramdian Singh, wat doet de politie hier allemaal met de kinderen? Nou, we zijn hier op het kinderboekenfestival. En we zijn aldoor bezig met de scholieren die hier gebracht worden om informaties in te winnen over jeugdcriminaliteit. Daarmee zijn we bezig. Jeugdcriminaliteit, de afdeling jeugdzaken, vertegenwoordigd hier. En we zijn hier om de jeugdigen weerbaar te maken van de gevaren middels preventie. Daarnaast hebben we ook de afdeling verkeersvoorlichting hier. Die zijn bezig met het verkeers aangaand over de statistieken, de aanrijdingen en heel wat andere zaken die zich te maken hebben met het verkeersgedoe. Oké. En hoe reageren de kinderen op hetgeen dat de politie ze vertelt? Nou, er is interactie van hun zijde. Dat ze heel positief vragen blijven stellen. En ze worden in deze bewust van gemaakt dat ze op zichzelf moeten letten. En dat ze iets in de maatschappij worden. Middels al de boodschappen en informatie dat wij geven, dat ze heel goede burgers in de maatschappij. En ze hebben ook gevraagd dat ze ook politieambtenaren willen worden later. Dat was het voor deze tweede dag van het Kinderboekenfestival hier Groningen Saramaca. U weet het, dames en heren, jongens en meisjes, het festival is er morgen nog. We hopen dat jullie hebben genoten van de afleveringen tot zover. En we kijken ernaar uit dat u er morgen ook bij bent. Fijne dag verder. Dag!